Wat verwacht jij van 2020? Nou ja, ik verwacht natuurlijk een heel mooi jaar voor iedereen. En iedereen heel veel gezondheid toe. En dat mensen met school juist een goed schooljaar hebben. En eigenlijk al het beste natuurlijk. Ja. Hoe lang blijf je nog junior burgemeester? In december mag ik mijn overdragen naar de volgende. Ja. Ik moet even voor de televisie wat doen. Laten we nu gewoon zorgen dat we hebben een zwembad. Laten we geen overhaaste dingen doen. Wat mij betreft, laten we dingen doen die goed zijn. En die ervoor zorgen dat we over 10 jaar zeggen van... Hey, het is goed dat we daar op een goede manier rustig over na hebben gedacht. En dat we iedereen erbij betrokken hebben. Dat we nu met donder en geweld iets neergooien waar we over 10 jaar van zeggen van... Nou, hadden we maar iets meer tijd genomen. Dus ik heb liever, zeker omdat we nu hebben, er is geen nood, er is geen haast. Laten we zorgen dat we er goed met z'n allen over nadenken en iets moois neerzetten. Nou, ik verwacht veel politieke discussies in 2020. Er staan nogal wat onderwerpen op het spel. Dus dat is wat ik in de politiek wel verwacht. Het Soweco en de zorg. Dus dat zijn allemaal wel dingen om naar uit te kijken, zeg maar. En waar we hele discussies over kunnen voeren. Wat is jouw wens voor het nieuwe jaar? Dat mijn hockeyclub... MRC Almelo alle wedstrijden gaat winnen. Welke team zit jij in? In de D2. D2. En hoe doet D2 het? Goed. Nou, de gemeente is, we hebben een programma duurzaamheid ook in ons collegeprogramma opgenomen. Wethouder van Mierlo is daar bestuurlijk verantwoordelijk voor. En daar zitten ambities in die we samen met bijvoorbeeld de woningbouwcorporatie, samen met Kogas in onze gemeente, samen ook met het waterschap, vechtstromen, maar ook samen met bedrijven die zich op duurzame energietransitie leggen, de komende jaren een uitrol hebben van initiatieven waarbij mensen bewust moeten worden gemaakt van wat ze zelf kunnen doen om bijvoorbeeld hun woning energie-neutraler te maken. Waarin we ook als gemeente het goede voorbeeld willen laten geven door bijvoorbeeld in ons wagenpark na te denken over andere vormen van brandstof. Dan denk ik natuurlijk aan elektriciteit. Hè, waarin we kunnen laten zien wat we ook zelf kunnen bijdragen daaraan. Ja, en als het gaat om woningbouw, nieuwe woningbouw, is een heel mooi voorbeeld dat wij, uiteraard moet je tegenwoordig aan allerlei eisen voldoen met woningen. Maar heel mooi dat in het Nieuwstraatkwartier, waar ik dan zelf weer portefeuillehouder voor ben, dat Beter Wonen daar een tweetal straten compleet gaat amoveren en nieuwe woningen compleet energie-neutraal gaat realiseren. Dus ja, er gebeurt een heleboel op dat vlak. Het is natuurlijk wel zo, duurzaamheid en de energietransitie is niet voor niks.